Gorselink aarzelde geen moment deze zomer toen zijn 12-jarige dochter door K bestookt werd met vieze plaatjes en berichten. Hij zocht uit waar hij woonde, ging bij hem op bezoek en bracht hem naar de politie. De 66-jarige K werd vastgezet. Hij werd dan ook laaiend dat zijn dochter kort geleden opnieuw berichten van K ontving. Je gaat wat uitleggen aan je kinderen. Ga het maar uitleggen. Hij loopt vrij rond en hij is weer bezig. Het is gewoon niet uit te leggen. K was onder voorwaarden vrijgelaten, maar hij werd dit weekend weer aangehouden omdat hij zich niet aan die voorwaarden hield. Net op tijd, want het plan van aanpak van Gorselink was al bijna klaar. We zouden gewoon naar zijn huis toe gaan en hem weer proberen, kijken als hij thuis was en naar het huis halen. En dan weer het bureau iets minder vriendelijk brengen, denk ik. Maar, dat was eigenlijk het plan. Justitie onderzoekt de spullen die bij K in beslag genomen zijn en beslist in de loop van de week of hij nu wel in hechtenis blijft. Kijk, in mijn ogen had hij nooit vrij gemoeten, maar dat had hij eigenlijk al voordat ik hem gebracht heb, had hij al nooit vrij mogen komen. Want hij is al 20 jaar schijnbaar een groot probleem in Alkmaar. Dus, meneer weigert schijnbaar zijn medicijnen en dan verder kunnen ze niks doen. Ja, weet je, doe hem chemisch castreren, weet ik, doe er wat mee, 2 bakstenen van mijn part. Ik bedoel, dit schiet niet op. Gorselink gaat al het bewijsmateriaal dat hij heeft overdragen aan de politie in de hoop dat K voorlopig niet meer wordt vrijgelaten.